Of heb je hem al vaker gekust na een goal? Ja, ik heb pas 3 goals. Maar dat was wel de eerste keer. Eerste keer, hè? Gefeliciteerd met de overwinning. Ik vroeg me af, wat heb je gegeten voor de wedstrijd? Want je bleef maar gaan. Ja, vond je? Ja, ik zag je alleen maar rennen. Vaker dan normaal. Is dat ook iets wat je had afgesproken van tevoren? Dat nee, je veel meer diep zou gaan? Nee, niet per se. Maar ja, ik denk dat het misschien te maken had met deze wedstrijd. Ik weet niet. Wat dan dat het... Had ik niet heel veel meer gedaan dan normaal. Maar het kan. Moet ik morgen even kijken in de meters of het zo is. Ja, maar wat bedoel je dan met deze wedstrijd dat het een klassieker is? Dat je gewoon onbedoeld misschien harder gaat rennen, vaker naar voren sprint? Ja, ook. Als omdat we als team er lekker in zitten, ik zit er zelf lekker in. Dus misschien gaat dat automatisch vanzelf, ja. Of tonight has been like a really good one. And I'm really proud for what all the players did. Kan je voor mij beschrijven hoe het is als jullie scoren, of als jij scoort, en de Kuip is gewoon compleet stil? Gewoon, je hoort niks. Ja, je scoort wel. Ja, een beetje gek, want normaal zoek je fans op om het niet te juichen. Nu ja. Ja, alleen het hele team om mee te juichen, maar ja, het is zoals het is. The privilege that we have as a of working in football and working in one club like Ajax, to have all the highway close from Amsterdam to Rotterdam, you know, sometimes we forget the privilege and the weight of this type of matches. Klopt het dat je logo kuste bij het vieren van het doelpunt? Ja, klopt. Was dit de eerste keer? Of heb je hem al vaker gekust na een goal? Ja, ik heb pas 3 goals, maar dat was wel de eerste keer. Eerste keer, hè? I left the speech of before the match to Steven Berghaus. I was almost crying for the 1 minute and a half of speech that he had. So this is what we need. People on board and to keep working, not to lose our humbleness and desire to get better every day. Als je kijkt naar het team, waar ben je dan het meest trots op? Goede vraag. Ja, goede vraag. Ja, ik denk dat we gewoon 90 minuten lang eigenlijk aan onze tactiek hebben gehouden en eigenlijk maar 1 best wel grote kans hebben gegeven. Dus dat vind ik wel knap, want Feyenoord is natuurlijk gewoon een goede team.